Op recreatiepark De Kanthoeve in Bakel vond donderdagmorgen in alle vroegte een grote controleactie plaats, waarbij politie, gemeente en belastingdienst zijn betrokken. Al het in- en uitgaande verkeer wordt gecontroleerd en ook op het park zelf vinden controles plaats. Veel recreatiehuisjes op het park worden illegaal permanent bewoond, tot ongenoegen van de gemeente. De mensen die donderdag worden gecontroleerd zijn voornamelijk Poolse arbeidsmigranten.